Ubisoft schaft de U-Pass af en Sony komt met een 3D-display. Welkom bij weer een nieuwe editie van het Gameplay Nation Games Journaal van week 36. Het najaar is begonnen en een hoop nieuwe games kwamen er deze week uit. Waaronder een aantal interessante grote namen zoals Dead Island. Resistance 3. NHL 12. Ubisoft heeft bekendgemaakt dat het codesysteem voor de multiplayer van Driver San Francisco opgeheven zal worden. Om de multiplayer en de extra content te ontgrendelen is een U-Pass code nodig die bij de originele games meegeleverd werd. Door een fout in de codes die in Noord-Amerika bij de games geleverd zijn, konden eigenaren van deze game een nieuwe code aanvragen. Hierdoor is ook een tweedehands exemplaar van de nieuwe code voorzien. De U-Pass codes worden vervangen door een ander systeem, wat tevens met codes werkt. Omdat Ubisoft het niet fair vindt tegenover de rest van de gamers, wordt het wereldwijd doorgevoerd. Tijdens de E3 dit jaar kwam Sony met verrassend nieuws. Eind dit jaar zouden ze een 24-inch 3D-display met bijbehorende bril voor de PlayStation 3 gaan uitbrengen. Deze week werden de eerste release-datums door Sony bekendgemaakt. Het 3D-pakket bestaat uit een PlayStation 3D-display en een bijbehorende PlayStation 3D-bril met de nodige kabels en de Game Resistance 3. Het pakket zal in Japan vanaf 2 november en in Amerika vanaf 14 november beschikbaar zijn. Het Amerikaanse pakket zal voor bijna $500 over de toonbank gaan. Over het Europese pakket heeft Sony nog niets bekendgemaakt. Dit was het dan alweer. Meer nieuws en reviews kun je vinden op gameplaynation.nl. Ik wens je nog een fijne dag en vanaf komende week is er op woensdag ook een gamejournaal. Dan blikken we alvast vooruit op Rage.